Wat zit er dan in, papa? Nou, dat is dus een grote verrassing. Ga ik je best goed af, hè? Hoe lang is een Chinees? Wat bedoel je daarmee? Nou, zal ik eens zeggen, hoe lang is een Chinees? Wie weet hoe Peter Pan in China heet? Hoe heet abortus in het Chinees? Ja, ik geef toe, hoe meer Chinees ik eet, hoe slechter de grappen worden, hoor, dames en heren. Hey, lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste drilling van Nederland. Jalicia. Jaden. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Een hele goede dag allemaal. Welkom weer op een nieuwe vlog hier op Good Life. Jalicia gaat even met mij mee, want we gaan lekker Chinees halen. En ik heb vandaag iets leuks voor de kinderen. Ik heb stokjes om mee te eten. En ik wil de kinderen laten proberen of het ze gaat lukken. Dat lijkt me zo vet. Ik had ze de vorige keer meegenomen. Dus ik wil ze dadelijk zelf ook gaan uitproberen. En ja, kijken of hun het kunnen. Wat wil je van de Chinees eten? Rijst met deze stokjes. Oh, wat nog? Dat weet ik niet. Kroephoek? Kroephoek. En dit is de beste Chinees die ze hier in Zetteld hebben. Ze zagen goed kwaliteit. Ik ben zo benieuwd hoe de kinderen het met die stokjes gaan doen, jongens. Ze weten het zelf nog niet. Mama, de visjes. De visjes, die zijn weg. Weg visjes, die is jammer, hè? Kom, we gaan iets bestellen. En we pakken gewoon een maatmenu. Nog wat soep erbij voor de kinderen. En wat nog, schat, kroephoek voor jou, hè? Kapjes. Nou, voor Jalicia wat drinken, want Jalicia heeft dorst. Kijk eens, schat. Alsjeblieft. Mama, pak mama. Is het te zwaar? Kom, pak mama net. Ben ik benieuwd of de heren ook de tafel gedekt hebben? Ik denk het niet namelijk, maar ja, wie weet, hè? Zoals ik dus al dacht, de tafel, is die gedekt? Juist, dat bedoel ik dus. Hé, hey, er staat een vrachtwagentje voor de deur. Wat zou dit nou toch zijn? En nee mensen, ditmaal is het geen pelletje uit Polen. Mag ik hem openmaken? Nee, die is niet voor vandaag. Die is voor een andere keer. Wat zit er dan in, papa? Nou, dat is dus een grote verrassing en dat ga jij van de week zien, net als de kijkertjes. Dat is een geheim. Ja, dat is een geheim. Maar meer voor papa. Dat is het doos. Die ook een beetje omhoog steekt. Ja, gewoon blijven kijken naar Good Life en je weet het. Krijgen jullie thuis ook zo'n trek in Chinees? Lekker hè? Ja, het ziet er allemaal lekker uit. Lieve kindjes, komen jullie aan tafel? Afsluiten, we gaan lekker eten. Lekker! Ga maar zitten. Oh, lekker Chinees. Ja, ga maar zitten. De eerste bestelling, Jason, zegt u maar, wat wil je hebben? Ik wil ze dit en nog. Nassen. Oké. Geef je bordje maar aan mama. Heb je trek? Ja. Weet of wel, alsjeblieft. Een steekstokje. En oké. Bestelling nummer 1. Alsjeblieft. Jalicia. Een grijs. Oh, dat is de klok meegaan, schat. Je dus... gaat toch alle drie tegelijkertijd eten. Maar ik kan twee keer. Ja, je kan niet altijd als twee, hoor. Oh, Jess, je hebt al vergeten. Jess, wil je even wachten, netjes? Wacht. Ik zal wel op prijs staan, hoor. Nou, Jaden, laat maar raden. Jij wil ook rijst? Nee, ik ook. Wat gaan we doen, Jason? Nee, we gaan niet zomaar normaal eten vandaag. We gaan anders eten vandaag. We gaan anders eten vandaag. We gaan Chinees eten. Okay. Dus eerst Jaden mag nog even opscheppen. Wat wil jij doen, schat? Balletje en CT's. Oh, jij doet balletjes en CT's, juist. Wat wil jij pakken, Jason? Bestek. Dat gaan we niet gebruiken vandaag, nee. We gaan vandaag namelijk een challenge doen. Met de mond. Nee, ook niet. We gaan een Chinese challenge doen. En de Chinezen doen het eigenlijk in China elke dag. Weten jullie hoe Chinezen eten? Ja, met stokjes. Met stokjes. En wat heeft papa? Stokjes. Ja, papa heeft stokjes. Tadaa, ik heb stokjes. Alsjeblieft. Dus jullie mogen vandaag Chinees eten met stokjes. Ching chong chong, smakelijk eten. Deze stokjes zijn lastig. Net te moeilijk. Ja, is moeilijk hè, met stokken eten. Het is knap dat de Chinezen dat kunnen. Het gaat best goed eigenlijk, hè? Mm-hmm. En lukt het jou, Jalicia? Nee. Ik zei dit toch niet? Zo kan het ook. Die is meer aan een lepel gebruiken. Chinezen,
doen het maar met stokjes, maar dan zitten ze niet aan elkaar. Dan maak ze eens gewoon elkaar af, breek ze eens door en probeer het dan. Is lukt je dan nog steeds eten? Jij ja. Gebruikt gewoon als een theeprikker, die prikt er gewoon dwars door die bal heen. Hap. Ja. Dat is warm. Ja, dat is een stokje, dus die mag deze gebruiken. Ja, heb je helemaal gelijk in. Hoe lang is een Chinees? Wat bedoel je daarmee? Nou, zal ik eens zeggen, hoe lang is een Chinees? Weet het toch niet? Hoezo weet je dat niet? Kan mij niet weten. Waarom kunnen wij dat niet weten? We weten niet wat je daarmee bedoelt. Nou, hoe lang is een Chinees? Wat bedoel je daarmee? Nou, zoals ik het zeg. Als je slim bent, dan zag je papa net zo lang als wij zijn. Net zo lang als wij zijn. Hoe lang is een Chinees? Net zo lang als wij zijn. Nee, Malari. Weet je, ken jij de grap ook niet? Nee, ik kan die grap niet. Nou, meer. Hoe lang is een Chinees? 1,50 meter. Nee. De Chinees heet Hoelang. Ja. Oh. Goh, goedemorgen! Ja, als je grap niet kan, dus, Ach. De grap is dat Hoelang dus een naam is in China. Tenminste, dat is dan voor de grap. En Hoelang is een Chinees en wij denken van Hoelang iets is. Nee, ik doe het gewoon zo. Dat gaat je goed, hè? Ik denk dat Jason de challenge gaat winnen, dames en heren. Die gaat zo hard. Hé, hoe heet abortus in het Chinees? Abort? Pingpong weg, jong. Oh, oh. Oh, kom aanschuiven. Je ligt voor, jij gaat binnen, jong. Kom. Nee, ik lig voor. Ja, weet ik niet. Chase gaat heel hard. Adio. Kijk hem eens gaan, jong. Kijk hoe mijn gaat. Wat moet ik doen? Zeg, koes. Kijk, Christel, jongens, ze eet als een beestje. Go, Julissa. Heel goed. Nee, dat lukt nog. Ja, dat is een beetje. Jij hebt geen reis, hè? Ik heb nog een raadsel. Wie weet hoe Peter Pan in China heet? Ik niet. Nee, weten jullie dat niet? Peter Mama? Peter Pan? Peter Wok. Peter Wok. Ja, ik geef toe, hoe meer Chinezen kijkt, hoe slechter de grappen worden, hoor, dames en heren. Nog eentje dan, die weet jij dan wel. Waarmee viert Chinees nieuwjaar? Op februari. Nee, met Babi Pang Pang. Omdat ik vandaag toch lekker opdreven ben. Wat is een scheet in het Chinees? Wang snee, Wang Pang. Ik wil niet veel zeggen, maar kijk de kinderen. Oh. Ja, en zo zat je dus in je grapjes. Babi Pang Pang. Ja, je ziet het. Dan mag je afruimen. Kennen jullie dat verhaaltje? Nee. Van de kabouter? Nee. Ja. Ja? Hoe gaat hij dan? Een pakje, ik heb een keertje op. Nee, dat is de mop met de kabouter inderdaad. Ja. Nee. Er was dus een kleine kabouter die in een heel groot huis woonde. En een kleine kaboutertje wilde naar boven. Weet u hoe hij naar boven ging? Nee. Via de trap. Maar denken jullie dat de kabouter zo groot is om de trap op te lopen? Nee. Nee, die moest helemaal naar boven klimmen. Tree voor tree. En dat kaboutertje was doodmoe toen hij boven aankwam. Maar wat stond er boven? Een zaalkamer. Heel goed. Met een? Met een bed. En waar gaan jullie nu naartoe? Net als het kaboutertje, naar bed! En eerst gaan we tanden poetsen, dus en lopen. Ik vond het wel een leuk verhaaltje. Ja, dat is toch zo. Moet hij langer? Oké, dan moet hij langer. Nou, het kaboutje was halverwege de trap en het kaboutje was hartstikke moe. En hij zat te puffen en te hijgen en te kuchen. En wat moest het kaboutje doen? Tanden poetsen naar bed. Die moest wat aan zijn conditie doen, dus die ging trainen. En die pakte daar wat halters en die ging zijn armen trainen. En die ging bank drukken. En dat deed hij een halve dag. En toen was hij weer heel erg fit en sterk. En dan klom hij alsnog als een spier de laatste trainen naar boven. En dan kwam hij boven. Het was er boven. Inderdaad, die slaapkamer. Met wat erin? Inderdaad, hetzelfde bedje waar jullie nu naartoe gaan. Laat rusten. Oh, tandpasta. Nee, je hebt je tandpasta. Een welke eigen heb jij dan? Deze meteen van school, die is kwijt. Die is die kwijt van school? Jij hebt die van school gekregen? Ja, eentje dit tandenborstel ook. Oh, ja. Dus deze wil je niet gebruiken dan?
Wil je die van papa gebruiken dan? Een echte. Ja? Ben jij zo groot? Geef je dat aan? Je moet je niet afslikken deze, hè? Waarom niet? Je moet je uitspoelen met water. Je moet je gewoon even met water uitspoelen. Oh. Eerst een beetje nat maken. Ja. Kun je dan ook tandpasta erop doen? Hoe smaakt die? Helemaal een grote jongen. Mag ik niet opeten? Je hoeft je tandenborstel inderdaad ook niet op te eten, Jaden. Kom, ben je klaar? Als je klaar bent, ben je klaar. Papa, kom! Ik kom al. Bed tillen, ik ben moe. Moet ik jou in je bed tillen, ben je moe? Dus je gaat binnen 5 minuten slapen? Ja. Dus ik hoor helemaal niks meer vannacht? Geen trippeltrap over de gang of zo, zoals gisteravond? Nee. Nee, niet 6 keer naar de wc op en neer om wat te drinken, zogenaamd? Nee. Dan til ik jou zo meteen het bed in en binnen 5 minuten ben jij vertrokken. Afgesproken? Ja. Oké, doen we dat. En dan gaan we vliegen. I believe I can fly. I believe I can woehoe. Zo. Lekker mijn bed gevliegd. Welterusten. Welterusten. Slaap lekker, schat. Ik ben het liefst de moeder om de wereld. Ik ben heel blij om dat te horen. Mag ik ook de vlag fluiten? Kus. Ik ga eerst even naar Jason. En daar ligt lieve Jason. En die ligt daar naar mijn papa. Nee. Welterusten, lieve jongen. Ik laat even de andere de vlog afsluiten. Slaap lekker. Je hoort me toch niet. Jongen. Nou, doen jullie de vlog maar afsluiten met z'n tweeën. Vind het leuk voor je twee lekker tweeën. Ben jij er toch nog? Nou, zeg je ook dag tegen de mandjes. Dag, tot morgen 4 uur, dan zijn we weer. Doei.